Hallo iedereen, ik ben Leni en dit is de video voor de volle maan en de maansverduistering van 5 juni. Op 5 juni hebben we volle maan in boogschutter, de zon staat in tweelingen en we hebben een gedeeltelijke zonsverduistering in de bijschaduw. Nu, helaas zal alleen het einde van deze eclips bij ons in Nederland en België te zien zijn. Ik geef het eventjes mee. De eclips begint om 19:44, is op haar maximum ongeveer om 21:25 en ze eindigt iets na 23 uur. En het is vooral dat einde dat in Nederland en België hopelijk te zien zal zijn. Ik zal deze tijdstippen ook onderaan de video nog eens vermelden. Over de volle maan, de energie. Volle maan in boogschutter haalt het avontuurlijke en het speelse vooral in ons naar boven. We kunnen de dagen voor deze volle maan al voelen dat we nieuwe dingen willen opzoeken of dat we ons willen losmaken van alles wat ons eigenlijk niet voldoende vrijheid geeft. We worden met deze volle maan een beetje geconfronteerd met de dingen die ons beperken of tegenhouden of ervoor zorgen dat we toch niet helemaal onszelf kunnen zijn of kunnen doen wat we willen doen. We krijgen dus alweer een extra kans om ons los te maken van bepaalde zaken. Nu, door de verduistering, doordat de maan even die schaduw opvangt van de aarde, wordt die energie een klein beetje verstoord. We kunnen voelen dat we door de omstandigheden wat worden tegengehouden om te doen wat we willen doen, alsof we het gevoel hebben dat er iets is wat ontbreekt, waardoor we net niet kunnen doorzetten of bepaalde dingen net niet kunnen waarmaken. Een eclipse kan eigenlijk een beetje een dubbel gevoel geven. We kunnen de behoefte voelen om iets te veranderen in ons leven, maar dan tegelijkertijd geconfronteerd worden met het feit dat dit niet kan, of dat dit heel veel problemen bijvoorbeeld met zich zou kunnen meebrengen. Dus we voelen dat we iets willen, maar we worden ook ons bewust van bepaalde obstakels of dingen die we misschien eerst nog moeten doen voor onszelf, vooraleer we die grote verandering kunnen doorzetten. Een eclipse is dus een dubbel iets, maar vergeet vooral niet, niets is wat het lijkt. Dus als je het gevoel hebt dat je wordt tegengehouden, dan is dat misschien helemaal niet zo. Maar krijg je net de kans om nog andere dingen te doorbreken of eerst andere stappen te zetten die net ook heel belangrijk zijn voor jou. Dus zie dat als een positief iets. Als je het gevoel hebt dat je wordt tegengehouden of dat er dingen in de weg komen te zitten of dat de dingen niet soepel lopen, dan wil dat zeggen dat er nog andere dingen eerst misschien moeten gebeuren. Of dat je eerst de kans krijgt om iets te doorbreken of nog iets anders te veranderen. Een verduistering laat ons eigenlijk een ongeziene kracht zien. Dat is het ongeziene. Het is een beetje een mysterieuze energie. De energie van een eclips laat ons voelen wat we in ons hebben. En wat we ook in ons hebben om bepaalde zaken te veranderen of bepaalde zaken in beweging te brengen. We worden ons dus heel erg bewust van heel veel dingen en dat zal voor iedereen eigenlijk iets anders zijn. Als je daar meer over wil weten, dan raad ik jou al aan om eens een astroloog bijvoorbeeld te raadplegen die eens gaat kijken in welk huis de verduistering plaatsvindt en welke thema's daarmee verbonden zijn. Dan kan je daar misschien iets meer over te weten komen wat voor jou belangrijk is in zo'n periode. Het gaat vooral om je bewust worden van wat jij nodig hebt of vooral wat je wil en wat je in beweging wil brengen of wat je wil veranderen. In hoeverre jij je vrijheid hebt in het leven om gewoon te zijn wie je bent en te doen wat je wil doen. Heel
specifiek iets wat telkens terugkomt, en zeker bij een maansverduistering, is ja, thema relaties. Een maansverduistering heeft een behoorlijke impact op relaties. En niet alleen liefdesrelaties. Gewoon met ja, alle verbindingen met al wie we in contact staan. Hè. Het gaat op dit moment vooral om communicatie. Daar had ik het eerder ook al over. En hoe wij ons opstellen ten opzichte van de ander. En dat kan heel wat veranderen in onze contacten. In extreme zin zelfs. Het is intussen al heel erg duidelijk, ook voor mij, sinds ik hiermee bezig ben, dat bij een eclips heel veel verandert, ofwel binnen relaties of tussen mensen. En vaak ook in extreme zin. Een plots einde van een relatie, of mensen die elkaar plots terugvinden, dus het kan ook op een positieve manier. Dus vriendschappen en relaties kunnen plots tot een einde komen. En anderen kunnen elkaar dan weer vinden na een lange periode van afstand of scheiding. Dus er wordt op relatievlak behoorlijk wat door elkaar geschud. En dat kan zorgen voor plotse inzichten. Met negatieve of ook positieve gevolgen. Het is eigenlijk alsof we plots de dingen heel klaar zien, heel duidelijk, heel helder zien. Maar eigenlijk is het ons innerlijke weten wat veel duidelijker spreekt. Het is onze innerlijke stem die zegt van, oh, ik wil dit niet meer. Of, oh, ik mis die persoon uit in mijn leven. Of, ik wil mij opnieuw verbinden met die persoon. Of, ik wil mij anders gaan verbinden. Of, ik heb meer behoefte aan die emotionele verbinding. En dat zal bij heel veel mensen trouwens spelen dat laatste. Alweer op zoek gaan naar verbinding vanuit gevoel, een emotionele verbinding. Dus heel veel inzichten, maar ik zie het eerder als iets wat we eigenlijk al heel lang weten wat naar boven komt. We voelen plots wat we wel willen en wat we niet meer willen. En dan hebben we die avontuurlijke energie van boogschutter op dit moment. Die ervoor zorgt dat we op zoek gaan naar dat wat ons een beetje een nieuw gevoel geeft, een levendig gevoel geeft, en ja, die levendige energie, nieuwe dingen, avontuurlijke zaken, nieuwe dingen die ons kunnen aantrekken. Dus we kunnen nu plots nood hebben aan iets nieuws of een bepaalde verandering, een verfrissing, een vernieuwing. Waardoor we heel snel actie willen gaan ondernemen. Nu, dat is gewoon een tip die ik graag meegeef. Wees daar voorzichtig in. Ga niet te snel beslissingen nemen en ook daar een actie aan toevoegen. De verduistering vraagt ons vooral om ons daar bewust van te worden. En dan zal het ons de komende weken en maanden duidelijk worden op welke manier we dat mogen doorzetten. Op welke manier we dat mooi kunnen aanpakken, zodanig dat ons leven eigenlijk een beetje een andere structuur of een andere vorm krijgt. De verduistering, de eclips maakt ons vooral bewust van dingen. Hoe we met mensen en belangrijke zaken in ons leven zijn verbonden. Er wordt ons dus heel veel duidelijk. Heel veel komt aan het licht, vooral gevoelsmatig. Het is een beetje door het spel van licht en donker tijdens de eclips. Dat we geraakt worden in ons gevoel. En vanuit ons gevoel dat er ons heel veel duidelijk wordt gemaakt eigenlijk. Ook is de energie van de eclips nog maandenlang voelbaar. Dus dat kan nog een tijdje doorwerken. En er wacht er trouwens nog eentje. Op 5 juli, dus exact binnen een maand, hebben we een tweede eclips. Maar daarover dan later weer meer. Maar we worden dus meer dan wakker geschud. We gaan ons de komende maand tussen twee verduisteringen in bevinden. Dus
We krijgen de energie in het kwadraat eigenlijk, hè? Maar vergeet niet dat het ook zeer positieve effecten kan hebben op ons leven. Dat het ons heel dicht bij onszelf brengt en dat we gaan aangezet worden om effectief dingen te ondernemen of nieuwe dingen op te starten. Maar ik verwacht dat we zeker de komende maand en de komende 3 maanden, dat het voor ons, vooral voor ons belangrijk zal zijn om te gaan voelen, plannen te maken, onze mogelijkheden te zien en de effectieve actie, het effectief neerzetten van bepaalde dingen, dat dat misschien voor deze zomer zal zijn. En ja, als je wil weten op welke vlakken vooral een maansverduistering voor jou veranderingen kan teweegbrengen, dan kan je kijken naar je geboortehoroscoop of laat het eens bekijken door een astroloog. Want dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Alleen dat thema relaties of hoe we ons verbinden met anderen en met de dingen rondom ons, dat is wel een heel typisch iets. Dus alles draait om relaties en tegengestelden. Alles wat mekaar spiegelt, maar ook alles licht en donker. Beetje het mannelijke en het vrouwelijke soms ook. Maar vooral wil de energie ons in een soort van evenwicht brengen. En in relaties is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat geven en nemen, het over en weer gaan van de energie, dat heel, heel soepel en gelijkmatig gebeurt. En door te kijken naar de ander, kunnen we erachter komen wat we willen of wat we niet meer willen. Waar we vernieuwingen willen, waar we bepaalde dingen anders willen gaan aanpakken. En ja, het stukje vernieuwing, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje voelen. Los van relaties. We voelen ook dat we toe zijn aan een beetje een frisse, nieuwe energie. Iets wat iets nieuws in ons leven brengt. Iets wat ons weer een nieuwe uitdaging bijvoorbeeld. Of iets waar we naartoe kunnen werken. We hebben daar allemaal een beetje behoefte aan. En de vraag is vooral in hoeverre vinden we dat ook terug in onze relaties? In hoeverre dagen anderen ons een beetje uit om naar onszelf te kijken, om met onze gevoelens aan de slag te gaan, of misschien creatief aan de slag te gaan, iets te doen met hetgene wat we in ons hebben. We hebben ook de behoefte om ons misschien te verbinden met nieuwe mensen, om ons net een beetje los te maken van anderen. We hebben dus enorm die behoefte om nieuwe dingen op te zoeken, maar dus ook nieuwe contacten. Dus we hebben dringend behoefte aan een beetje nieuwe energie in ons leven. En ja, ik kan jullie wel al zeggen dat die er zeker zit aan te komen. Goh, dan het stukje communicatie. Bij deze volle maan is dat ook heel belangrijk. Onze houding naar de ander toe. Hoe we ons uiten, hoe we ons uitdrukken. Maar ook triggert deze volle maan onze zin voor inderdaad avontuur, nieuwe dingen, vrijheid. Dus alles wat niet om verplichtingen vraagt, alles wat ons voldoende vrijheid geeft om dat te doen wat we willen doen. Dus we worden eerder aangetrokken tot dingen die geen verplichtingen met zich meebrengen. Of ons niet in een vaste structuur of in een vast plan plaatsen. We willen meer de vrijheid om te bewegen. En dat alles samen vraagt ons eigenlijk om onze gevoelens veel meer naar buiten te brengen. Het is belangrijk dat we duidelijk aangeven wat we willen, wat we niet willen, hoe we verder willen in ons leven en hoe we anderen nog in ons leven zien of willen zien. En ik raad jullie aan trouwens om zeker het stukje te gaan lezen in de community over het keelchakra dat ik ergens vorige week heb geplaatst. En ook de energie van 2020 daar rond.
zal trouwens ook de link naar mijn website onderaan deze video vermelden, waar ik alle chakras bij elkaar heb geplaatst. Want dat keelchakra is enorm belangrijk. En nu zeker met deze volle maan en verduistering ook het stukje communicatie. En ga dat zeker eens lezen wat 2020 daarin te betekenen heeft. Waarom communicatie dit jaar zo belangrijk is. Ja, en dan het bewustzijn, hè, of het ons bewust worden van dingen. Helderheid scheppen. Belangrijke thema's voor nu en de komende maand. We kunnen plots de inzichten krijgen. Of plots voelen wat we tekortkomen in ons leven. Of wat we graag meer ruimte willen gaan geven. We kunnen vooral gaan voelen dat wij meer ruimte nodig hebben. Wat hebben wij nodig? Wat hebben wij nodig om ons emotioneel beter te voelen? We kunnen ons gevoelsmatig een beetje door elkaar geschud voelen na een eclips. Dus als je wat in de war bent of heel veel dingen tegelijkertijd voelt de komende week of weken, weet dan dat dat een gevolg kan zijn van de verduistering. Maar weet ook dat je daar heel veel voor jezelf kan uithalen. Dus ga luisteren naar je gevoel, laat die gevoelens er zijn, laat die energie stromen. Want uiteindelijk laat je heel veel los en hetgene wat overblijft, ja, daar kan je gewoon mee verder. De energie wil ons dan iets duidelijk maken. En het is vooral belangrijk dat we aan onszelf toegeven wat we missen in het leven. Dat is eigenlijk niet zo erg om dat uit te spreken. Dat we iets missen of dat we ergens een tekort ervaren. Dat er iets is waar we net heel veel behoefte aan hebben. Dus we krijgen eigenlijk de kans om alles wat we de afgelopen maanden hebben gemist, wat we onszelf de afgelopen tijd misschien ook hebben ontzegd, om dat opnieuw aan te vullen, om daar opnieuw voor te kiezen. Wij mogen ons op dit moment weer openstellen voor die dingen die zo belangrijk zijn voor ons. En het is ook belangrijk dat we ons zeker niet laten tegenhouden door bepaalde structuren of bepaalde relaties in ons leven. Dus alles wat ons een beetje een beklemmend of beperkt gevoel geeft, dat mogen we zeker loslaten. Tijd voor verandering dus. Het goede is dat wij er nu helemaal zelf voor kunnen kiezen. Dus dat zijn geen veranderingen die plots onverwachts kunnen gebeuren in ons leven. Het is nu aan ons om zelf te kiezen op welke manier wij ons leven willen verder zetten, met wie en wat we vooral aan nieuwe energie willen toelaten in ons leven, waar wij behoefte aan hebben, dat we daar ook bewuster voor gaan kiezen. Dingen kunnen misschien wel plots gebeuren, maar dan zal dat vooral zijn omdat het al een tijdje onder de oppervlakte aanwezig was. Alsof dat al langer naar boven wilde komen en omdat je dan net meer met je gevoel in contact komt en de dingen meer ruimte geeft, dat dat dan toch naar boven komt en dat bepaalde zaken dan toch gebeuren. Dus dingen die je eigenlijk al langer niet kon uitstellen, die vroeg of laat toch moesten gebeuren. Dus dat gaat om veranderingen die we eigenlijk al heel lang wilden doorvoeren, maar we hebben geprobeerd om die te negeren of die uit te stellen. En nu met die eclips kan die behoefte om verandering zo groot worden dat het niet langer kan, hè? Dat we er niet meer omheen kunnen. Wij mogen dus nu verder gaan. We mogen nu op een andere manier de dingen aanpakken. Dat vooral. Op een andere manier de zaken aanpakken. En dit gaat om gevoelens die we eigenlijk al heel lang in ons hebben gehouden. Die ons in het verleden wel stress en spanningen zelfs hebben bezorgd. Zeker de afgelopen maanden bij de voorbereiding van deze video werd er mij telkens aangegeven dat er in de overgang van januari naar februari toch een aantal dingen zijn gebeurd, veranderingen in de energie.
En dat we toen al een kans hadden om dingen anders aan te pakken. Maar omdat we dingen hebben uitgesteld, misschien omdat toen net die hele coronacrisis naar boven kwam, dat dat een spanning is die zich wat heeft opgebouwd en die nu zal worden losgelaten en die ons dus zal, ja, die energie zal ons, ja, helpen om toch die zaken door te zetten. Dus onze energie zoekt ruimte, zoekt vooral vrijheid. En het is belangrijk dat we beslissingen nemen vanuit ons gevoel en vanuit datgene wat ons wordt ingegeven. En vergeet zeker niet dat het belangrijk is dat je je kan uiten. Dat je alles wat binnen in jou zit, dat je dat naar buiten kan brengen. Dus praat met iemand, ga schrijven, ga iets creatiefs doen. Alles wat jou helpt om jezelf en alles wat je voelt beter te begrijpen. Zorg dat jouw systeem al die opgebouwde spanning kan loslaten. Zorg dat je alles wat je in jezelf gehouden hebt, naar buiten kan brengen. Dat je kan uiten op een manier die voor jou en comfortabel en bevrijdend is. Dus als je dingen wil gaan doen, voel dan even wat voor jou comfortabel, aangenaam voelt en wat jou een gevoel van bevrijding geeft. Op welke manier kan jij bepaalde dingen naar buiten brengen? Sommige mensen doen dat misschien via muziek, via tekenen, schilderen. Anderen zullen gaan schrijven of misschien gaan praten met iemand. Met deze verduistering wil het universum ons vooral laten voelen wat echt belangrijk is. En de energie maakt ons meer en meer bewust van het belang van kiezen voor onszelf. En pas als we hebben gekozen voor onszelf en onszelf centraal hebben geplaatst, pas nadien kunnen we vanuit ons eigen evenwicht ons gaan verbinden. Dat is eigenlijk een beetje het doel van deze eerste eclips. Onszelf centraal stellen, ons bewust worden van wat we voelen, wat we voor onszelf voorop stellen, en dat we daardoor in een soort van evenwicht komen en dat we vanuit dat evenwicht ons weer gaan verbinden met dingen, met mensen. En vooral problemen in relaties worden dan uitvergroot, uiteraard. Net omdat we daar in relaties heel goed kunnen zien wat er mist of wat er niet klopt. We kunnen ook heel erg voelen wat we zelf missen in een relatie. Wat we willen, wat we niet willen. En ook omdat we nog eens extra gevoelig zijn door deze eclips en door de volle maan, gaan we nog meer aandacht besteden aan onze eigen gevoelswereld. En ik wil jullie dat ook aanraden. Neem de tijd om even te gaan zitten, gewoon contact te maken met je gevoel en te voelen wat je voelt, zonder oordeel of zonder het te proberen op te lossen. Het gewoon laten zijn. En dan zal je merken dat met de tijd gewoon bepaalde zaken gewoon helemaal duidelijk worden en dat je daar weinig of niks voor hoeft te doen. Dus het zal vooral ons gevoel zijn dat ons zal laten kiezen voor andere dingen. Ons gevoel zal ons ook helpen om andere plannen te maken misschien, zodat we de komende maanden ons leven toch een iets andere richting kunnen geven. Nu, steeds meer mensen worden zich bewust. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot iets of voelen waar hun levensmissie ligt, hè, hun groter deel in dit leven. Of welk deel van hun leven zij willen gaan uitbreiden, wat hun doel is. Dus deze volle maan en deze eclips zullen ook op dat vlak, hè, qua levensdoel en levensmissie, veel meer inzicht te geven. Nu, ik ga het hier even bij houden. Ik heb alweer meer verteld dan ik had voorzien. Dank je wel voor het luisteren. De reading die ga ik zo meteen opnemen en in een aparte video plaatsen. Nu, vergeet je zeker niet te abonneren als je mij wil blijven volgen.
Dit is trouwens gratis. Ik ga dat nog een keertje meegeven. En dat blijft ook zo. Je kan de video ook delen via Facebook en andere kanalen. Als je dat wil. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie reacties en jullie berichtjes. Na mijn oproep in de vorige video. Ik ga mijn best doen om deze video's verder te zetten. Maar ik reken wel op jullie steun. Jullie likes en reacties maken echt wel een verschil. En ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken die een steuntje heeft overgemaakt. Dankjewel daarvoor. Trouwens, de PayPal-link vind je telkens in de beschrijving onderaan de video. En dan zie ik jullie graag zo meteen terug voor de reading. Tot zo!